De Wereldhavendagen zijn dit jaar afgelast. En toch kunnen we ervan genieten. Aan de hand van de foto's op de gevel van het Maritiem Museum. Ik heb uit 42 jaar Wereldhavendagen foto's geselecteerd. En die komen uit het Stadsarchief. Ze komen uit het archief van de Wereldhavendagen. Ze komen uit het archief van fotografen uit Rotterdam. En uit mijn eigen archief. Anna Reitsma is de huisfotografe van de Wereldhavendagen. En werkt zich elk jaar weer 3 dagen lang een slag in de ronde. Om 1500 foto's te maken van alle activiteiten, evenementen, het publiek en de schepen. Dus je moet je voorstellen dat ik langs de kades loop en overzichten maak. Omhoog ga en op mijn buik lig en op het water. En overal ben ik te vinden. Ja. Deze foto heb ik vorig jaar gemaakt vanuit de Erasmusbrug. Dus ik ben de Erasmusbrug ingeklommen. De tweede lift was kapot, dus ik had lenzen op mijn rug, ben ik de kop ingeklommen. En dan gaat hij omhoog en dan zie je dat adembenemende beeld. Want we hebben natuurlijk, het is Rotterdam, zo'n mooie stad. En vanuit daar ben ik 3 keer gaan fotograferen, onder andere bij de avondshow. En die foto zie je hier. Als je met je mobiel op de QR-code klikt, hoor je Anne er zelf meer over vertellen. Het licht daar op de achtergrond, zie het licht op de voorgrond, de lichtjes van de boten. En zo de context van de Erasmusbrug. En dan ben ik super blij, dan maak ik hem. En dankzij een speciale app is er aan de foto's nog iets toegevoegd. We hebben 5 van de foto's tot leven laten komen door Augmented Reality. En dat doe je door de app te downloaden, dat is van Must See. En dan hou je hem erbij. En dan kun je het zien op de camera. Het is jammer dat het nu niet doorgaat, hè? Ja, het doet behoorlijk veel pijn, ja. De haven en zo'n havenfeest hoort bij Rotterdam om te laten zien wat we allemaal hebben aan moois. Dus ik hoop echt dat het doorgaat volgend jaar. Ja.